De Partij van de Arbeid wil dat er camperplaatsen in de stad komen. Dit initiatiefvoorstel legt de partij aan de gemeente voor. In het voorstel doet de PvdA suggesties voor 6 plaatsen in de stad. Dit zijn de Oosterhaven, het Eemskanaal, de parkeerplaats Zaanstraat, de parkeerplaats Damsterdiep, Kardingen en Rijdiephaven. Door middel van camperplaatsen in de stad zullen er meer toeristen naar Groningen komen. Ik denk dat als je een goede aantal goede camperplekken hebt in de stad, dat is een promotionele plus, zal ik maar zeggen. Dat gaat de hele wereld over, dus het blijft niet beperkt tot eigen land. Groningen is natuurlijk toch een plek waar veel buitenlanders ook langskomen. Als je naar Scandinavië gaat, kom je toch naar Groningen langs. Groningen, leuke stad. Als je weet dat je daar goed terecht kunt met je camper, blijf je ongetwijfeld even 1 of 2 dagen staan. Bij Kardingen staan nu soms wel campers, maar hier ontbreekt het aan de nodige voorzieningen. Als je camper rijdt, wil je ook een beetje veilig gevoel hebben, verlichting, wat mensen. En eigenlijk wil je ook een beetje dicht bij de stad. Nou kun je zeggen, Kardingen heeft een goede OV-verbinding, dus daar is wel een plus voor Kardingen. Dus ik vind Kardingen op zich ook een best een goede plek, maar zorg dan wel dat de voorzieningen een beetje beter zijn. Liever een plek trouwens dichter bij de stad. We staan hier op een hele mooie plek, het kruispunt van Vaarwegen, Damsterdiep, Van Starkenborghkanaal, Eemskanaal. Ook een grote parkeerplaats achter ons. Het is ook een fantastische plek en niet zo ver van het centrum af. Antoine van Malen, een camperaar, is blij met het initiatiefvoorstel van de PvdA. Ja, dat lijkt me een goed idee. Zeker wel. Ik zou er zelf gebruik van maken als ik naar Groningen op bezoek zou gaan. Want ik mis het wel in Nederland. Je hebt erg weinig plekken. Belangrijk voor een goede camperplaats zijn de voorzieningen. Behalve veiligheid en verlichting zijn er nog een paar belangrijke eisen. Horizontaal en liefst iets van sanitaire voorzieningen, zoals een toilet of iets van een afwasplaats. Het zou erg prettig zijn als dat er is, want dat is niet altijd zo. De PvdA hoopt dat hun plan zo snel mogelijk gerealiseerd zal worden.